HINT stelt nog meer maatregelen in vooruitzicht. Vanuit het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme zullen er nog meer maatregelen genomen worden om het opstuwen van de koers en prijsopdrijving tegen te gaan. Minister Stefan Tsang spreekt over de eerste fase, doelende op het pakket aan maatregelen waarmee vorige week een aanvang is gemaakt en waarbij voornamelijk illegale cambio's zijn aangepakt. Bij deze operatie, waarbij de Economische Controledienst van het ministerie werd ingezet, is er nauw samengewerkt met het ministerie van Justitie en Politie. De maatregelen in de tweede fase zullen ook afhankelijk zijn van de maatregelen die de Centrale Bank van Suriname zal nemen nadat er een nieuwe governor is aangesteld en de afspraken die deze monetaire autoriteit zal maken met de bankiers en cambiohouders. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.